Dames en heren, van harte welkom bij het programma Boer zoekt vrouw. Vandaag vier verlegen boeren die allemaal hun eigen vrouw zoeken. Deze boeren werken allemaal op hun eigen boerderij. Fantastisch, maar nu krijgen ze te gast drie dames die bij hen blijven logeren. En dat betekent natuurlijk nogal wat in het leven van de gewone boer die niet gewend is aan zoveel vrouwelijk schoon op de boerderij. En dat is ook meteen het probleem. Niet elke boer weet even goed zijn weg met vrouwelijk schoon. Bijvoorbeeld deze boer, voor je het weet, smeert hij hem en laat hij zijn dames achter. Hetzelfde geldt voor boer nummer 2. Voor je het weet is hij ook op de theekrans, maar niet bij zijn eigen dames. En boer nummer 3, als hij het ook op zijn heupen krijgt, voor je het weet, is ook hij verdwenen. Waarom is het dan boer zoekt vrouw? Wel nu, als boeren gezellig bij elkaar op thee komen, dan is het natuurlijk zo dat ze het liefste onder ons met elkaar praten.